Dames en heren, welkom bij Café Weltsmerts. Café Weltsmerts kan niet van de lucht leven. Dus doneer, kijk op de site en doneer, zodat we kunnen blijven voortbestaan met dit onafhankelijke medium. Dank u wel. Dames en heren, goedenavond. Dit is Café Weltsmerts. Mijn naam is Esther van Venema. En ik ben erg blij met mijn gast van vanavond. Voor mij een van de meest inspirerende vrouwen van Nederland, Helene Dupuis. Welkom. Fijn dat je mijn gast wil zijn. Um, we hebben eigenlijk veel te veel om te bespreken. Um, dus ik moet een beetje kiezen waar ik het over wil hebben. En, dat begrijp ik. Ja. ja. En de eerste vraag die ik eigenlijk heb. Hoe gaat een vrouw zoals jij om met. Zaken die zo emotioneel zijn, maar die tegelijkertijd heel veel ratio behoeven om er juist mee om te gaan. Ja, dat is natuurlijk wat ieder mens in zijn volwassenwording moet leren: dat hij uh, uiteraard zijn geest en zijn feitenkennis en zijn inzichten uh, toetst en, en ontwikkelt. En ook uh, met emoties kan omgaan, zowel met zijn eigen emoties als. Met die van anderen. En um, ja, we hebben bijvoorbeeld in de faculteit uh, in Leiden ooit uh, uh, jarenlang met een club onder leiding van een hoogleraar psychologie uh, over onze eigen emoties gesproken. om des te beter te kunnen functioneren in zo'n enorm uh, bedrijf. als een ziekenhuis, is met natuurlijk zeer kwetsbare deelnemers die uh, de, de patiënten vormen, natuurlijk. Dus. Um, uh, ja, ik ben heel erg uh, gericht op de reden altijd, maar ik, ik, ik begrijp meteen dat uh, juist bij onderwerpen waar ik uh, uh, mee te maken kreeg, dus dat gaat dan over leven en dood en ziekte en pijn en, en dat soort zaken, dat je daar um, ook emoties hebt. En dat is helemaal niet erg, maar gebruik ze op de goede manier. En hoe heb je dat de... geleerd? Nou, dat, dat is toch een kwestie van... Um, Eerst goed begrijpen wat je eigenlijk vindt en dat je het ook zegt. He, dus dat als je met iemand praat en je vindt echt iets niet fijn dat je het durft te zeggen. En dat je niet je woede naar binnen uh, slikt als je die uh, zou hebben. Maar dat je je kan ook zeggen tegen iemand, ik ben ontzettend boos op jou, omdat jij ontzettend stomme dingen zegt. Want dat vind ik wel eens dat mensen dat doen. Zie je dat vaak? Nou ja, ik heb wel altijd gezegd: I don't suffer fools gladly. Ik hou gewoon niet van als mensen. Weigeren redelijk te zijn. En ik vind in de gezondheidszorg levensgevaarlijk. Dat vind ik echt heel ernstig. Daar moet je je eigen emoties kennen, onder controle hebben. En uh, je moet ook zorgen dat je helder blijft denken. Je bent um, hoogleraar medische ethiek geweest in Leiden, aan het Universitair Medisch Centrum. Ik ben altijd heel benieuwd naar drijfveren. Wat was voor jou de drijfveer om die kant op te gaan? Ja, nou ja weet je, dingen vallen uh, zo op een plaats op een gegeven ogenblik zat ik in zes gym. Ik had, deed gymnasium alfa. Ik had uh, veel talengevoel. En ik had ook hebreeuws erbij gedaan. En toen moest ik een studiekeuze maken. Ik wist het werkelijk niet. Geen dokter. Want ik, mijn vader was arts. En ik dacht, mooi beroep. En ik vind het heel interessant. Maar dat wil ik niet. Maar ik, wat dan wel? En toen ben ik theologie gaan doen. Met hoofdvak wijsgerige ethiek. Ja, en toen begon net die hele discussie over de geneeskunde. En ik begon eigenlijk de medische ethiek... 16, in 1960, 1969, in die tijd heb ik het over. En, en wat voor discussie begon er, als je, als je ons even mee terugneemt naar die tijd? Ja, nou daar is dus één boekje toen geschreven door, uh, dat ken je misschien nog wel, Jan Hendrik van den Berg. Ja, van den Berg, de man van de MetaBletica van een heleboel andere zeer interessante boeken. En die heeft een boekje geschreven, Medische Macht, Medische Ethiek. En dat was echt verpletterend. En daar ging het eigenlijk over twee vragen. Wie beslist er over medische behandeling? En wanneer houdt een dokter op met de patiënt te behandelen? Of wanneer ziet hij zelf ook dat hij niet verder moet gaan? Dus de rol van de arts zelf kwam bij Van de bergen aan de orde. En de rol van de patiënt als medebeslisser. En ook als degene die mag weigeren. En dat later is dat ook in de wet gekomen. Is dat eigenlijk een combinatie geweest van aan de ene kant in die tijd het autonome individu wat zich emancipeerde. En aan de andere kant de toegenomen technologie waardoor er toch over nagedacht moest ja. worden? Ja, ik zou het zelf anders formuleren. Omdat het woord autonomie uh, voor mij, dat heeft een hele zware, uh, speciale rol. Het komt van Kant, hè, de filosoof Kant. En uh, dat is: de mens stelt zichzelf de wetten. Nou, daar gaat het hier echt niet om. Het gaat hier om, en ik gebruik dan liever het woord zelfbeschikking. Het gaat om keuze maken in zaken je eigen leven en sterven, uiteindelijk. Maar ook natuurlijk in, ziek, zaken, in zaken ziekte en gezondheid. Wanneer ga je in een behandeling mee? Wanneer probeer je iets anders, iets minder? Nou, er is net een heel stuk ook verschenen in een van de kranten dat een heleboel. Oncologen, een derde van alle oncologen, alle mensen die kankerpatiënten behandelen. Dus um, eigenlijk niet uh, informatie geven over de mogelijkheid om niet te behandelen. Wat natuurlijk bij hoogbejaarden heel relevant is. En ook sommige andere mensen zeggen, nou het is me niet alles waard. En ik neem een, hè, ik neem een beetje een risico. En zo'n arts heeft een protocol en, en is heel bang om bij een patiënt toch nog iets te laten zitten. Een, een, een tumoren of metastase. En dan uh, wordt er maar echt op ingehakt dat die patiënt letterlijk zond. Dan denk ik, oh nee, is dit nou goede geneeskunde? Nou ja, ik wil daar zeker nog wat uitgebreider over hebben. Want ik merk ook als medisch specialist in een ziekenhuis dat ik me verbaas dat er bij tachtigjarigen of ouder nog vaak zulke enorme... Grote ingrepen. Ja, ja. en als ja. je het niet wil, dan, dan moet je een, een, een multidisciplinair overleg organiseren. Dan moet iedereen daar allemaal over nadenken. Het, het is heel complex om niet behandeld te worden. Precies, maar in de wet staat heel eenvoudig dat de patiënt het recht heeft om behandeling te weigeren. Ook al zouden de argumenten niet deugen, hij heeft primair een recht op de... Integriteit van zijn lichaam. En de arts moet dus de handen thuis houden zolang de patiënt niet toestemt. En een kijk, bij een gebroken been snap ik ook wel dat je geen discussies hebt over informed consent. Maar er zijn natuurlijk een heleboel situaties waarin het hoogst gewenst is. Dat je gaat afspreken: hoe gaan we om met uw ziekte? Nou ja, zeker met de generatie die nu ouder aan het worden is. Ja. Um, en de ja. techniek nogmaals. Die... En natuurlijk de techniek. Maar de, kijk, de techniek he, heeft natuurlijk een dwingend karakter. Ja. En dat is ook een heel groot en interessant thema in de leer van goed en kwaad in ethiek, dus in mijn vak. De dat, leer van goed en kwaad, ja. hè? dat is toch wel mooi om dat nog even te onderzoeken. Ja, dat, 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 dat ja. is waar het over gaat. Dat is het is al, bijna. Ja, nou ja, daar hebben de geleerden vanaf de vierde, heel voor Christus, zich echt druk over gemaakt. Hoe zit dat nou? Wat is nou het goede? Ja. En hoe komen we daarachter? Kunnen we dat funderen? Dus dat is, uh, dat is uh, echt. Heel interessant. En ja, dat moet je dus in een, uh, in, in een gesprek moet duidelijk kunnen worden tussen arts en patiënt. Wat voor deze patiënt goed is. Het goede leven is. En wat, wat die, welke richting hij op wil. En uh, ja, dat, uh, dat lees ik nu dus tot mijn stomme verbazing: dat daar nou al 30, 40 jaar in Nederland over praten en dat het toch niet altijd. Het wordt alleen maar erger volgens mij. Ja, dat kan ik niet controleren. Maar we hadden het ook over die technologie. Ja, de technologie is daarbij gewoon een dwangmiddel aan het worden. En in ethiek zeggen we altijd het kan niet zo zijn dat een stand van zaken eh, op het gebied van medische technologie, dat die bepaalt of er behandeld wordt. Je kunt niet zeggen, iemand moet naar de intensive care... want we hebben hem nou eenmaal. Nee, er moet een hele goede indicatie zijn... en naarmate de behandeling invasiever is en zwaarder... zul je veel beter moeten motiveren waarom dat een goed idee zou kunnen zijn. Maar nooit achter die technologie aanlopen als dat, alsof dat een verplichting oplevert. Je hebt aan de ene kant die technologie, dan heb je ook nog... Uh, ik, ik wil dat toch noemen, die perverse prikkel. We moeten zoveel aorta kleppen hmm. per jaar doen, anders verliezen ja. we ons brevet. Ja. Ja. Um, ja, dat is natuurlijk ook een, een heel lastig probleem in de, de hele gezondheidszorg. Dat de, de eisen die gesteld worden qua zorgvuldigheid, volgens mij over de foute dingen gaan. Want. Um, je moet natuurlijk allereerst zorgvuldig zijn in het stellen van je diagnose en het goed verkennen wat de opties zijn. En niet altijd meteen het zwaarste middel inzetten. Dus ik ben daar ook altijd heel erg uh, van geschrokken hoe dat gaat dan in zo'n ziekenhuis. Dat, dat er ook uh, ja, van alles uh, wordt geaccepteerd als zijnde goed voor de patiënt. Terwijl het de vraag is of het zo is. He, dus de, de hele kwestie van de, van de aanwezigheid van al, al die middelen om, om mensen, al die invasies, daar, sommige gaan heel goed. Dus als je uh, leest wat de cardiologie teweeg brengt in goede zin, dan zeg je nou, uh, dat is fijn dat we die technologie hebben. Want er zijn heel wat mensen die daar lang en goed door blijven leven. In de oncologie uh, is het toch niet helemaal hetzelfde. En naarmate mensen ouder worden en kanker krijgen, en het is natuurlijk een ouderdomsziekte in principe, uh, is toch de kans groter dat je die terughoudendheid, die je eigenlijk altijd zou moeten hebben, dat je daar ook als arts echt zwaar op inzet, tegelijk natuurlijk realiseren dat misschien de patiënt nog lang beleeft. leven. Nou, dat vergt dan een andere mentaliteit wanneer de patiënt zegt, nou, ik wil nog wel een beetje door, maar niet tot elke prijs. Nou ja, dan kom je natuurlijk toch op de vraag uit, want jij noemt het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt, en dan denk ik ja, dat is, ja, maar niet die... in de zin dat hij mag eisen. Nee. In de zin dat hij mag weigeren. En dat hij keuze heeft. En eigenlijk. dat hij echt de keuze maar heeft. Maar de de vraag is natuurlijk wie op zo'n moment in zo'n spreekkamer nou daadwerkelijk de regie heeft. Als je ziet die arts die in een soort mijnenveld van belangen, prikkels enzovoort die patiënt moet uh, raadgeven, die patiënt is afhankelijk, die is bang voor de dood. Ja, die kent de feiten niet, zoals de arts die kent. Dus die complexiteit ja, is natuurlijk gigantisch. Ja, maar kijk, als iets complex is, is toch het eerste advies om te zorgen dat er een goed inzicht in de feiten is. En dan ook echt goed inzicht. Ook in de negatieve kanten van de zware behandelingen. En ook eh, moet je ervoor zorgen dat, dat er werkelijk een reële verkenning plaatsvindt. van wat nou voor patiënt van belang is. En. Eh, maar nou ja, ik maak natuurlijk mee met allerlei, uh, in mijn leeftijdsgroep begint de malheur wel een beetje met uh, uh, naar de ziekte en zo. Ik hoor toch van heel veel vrienden en kennissen hoe slecht ze zijn voorgelegd. Want dan uh, bellen ze uh, mijn partner, die ook arts is, ook hoogleraar, en of mij, bellen ze op en zeggen, ik, ik vind je het nou niet gek dat ze mij, dat ze mij dit niet vertelt. Hè? Hoe vaak ik dat hoor? Ik zeg, ja, dat vind ik gek. Terwijl ik geen arts ben, maar dat kan ik wel begrijpen dat dat gek is. En waar komt dat door, denk je? Ja, het is toch gemakzucht. En kort te weinig tijd. Kijk, in Frankrijk word je betaald voor. Een, als je een consult van een uur hebt, niet als psychiater, maar gewoon als specialist in Frankrijk. dan kun je ook eens echt goed doornemen wat is er nou met die persoon is. Vooral... En in Nederland is het 10 of 20 minuten. Ja. Maar gemakzucht vind ik wel ernstig klinken? Nou ja, ik denk ook dat het heel moeilijk is om twintig... Keer op een ochtendpolie uh, grote vragen van het leven met mensen te moeten doorpraten. Terwijl je misschien zelf. En dat vermoed ik niet alleen, maar daar ben ik ook vrijwel zeker van, dat je zelf misschien wel kampt met een grote doodsangst. En dan wordt het extra moeilijk om iemand die, uh, die, die de dood min of meer in de buurt krijgt, om die. Uh, om bij die toe te staan dat hij dat daar ook wat meer over wil horen. En ook misschien het leven niet altijd wil omhelzen. En zeker als je oud wordt gaat dat natuurlijk een rol spelen. En daar is Van den Berg mee begonnen in 1969. Wat. En dat heeft werkelijk toen een enorme invloed gehad op de artsen. Maar het lijkt wel of ze het vergeten zijn. Ja, ik denk dat ze het vergeten ze zijn. zijn. Vergeten zijn. Ja. Ja, ze ik zijn heb een boekje gelezen. Uh, want jouw opvolger Dick Engberts ja. stelde dat verplicht terecht. Ja, ja terecht. En ja, dat, dat associeerde bij mij natuurlijk allerlei dat, dat riep allerlei vragen op. Van hoe kan het eigenlijk in een tijd met ongekende technologie, waarvan de Berg natuurlijk ook aan refereert in ja, het begin, dat we eigenlijk nog steeds denken vanuit de eet of de gelofte van Hippocrates. Ja, ja dat is altijd onzin geweest. Dat, dat weet je, die, uh, die eten staat niks in de oude eet van 1886, dat staat alleen dat je, je dat je, je best zult doen, dat staat niet in dat je dat je altijd moet behandelen. Dat heeft de KNMG. ...daar later van gemaakt. Dat heb ik in mijn proefschrift uitgezocht hoe dat is gegaan. En die hebben wat later, die hebben die daar eigenlijk de, het idee bij gehad... ...dat, dat wat, um, wat in de... In de no, dat was de code van Genève van 1948... ...daar is het eigenlijk begonnen dat een arts mag nooit iets doen... ...wat uh, de dood tot gevolg kan hebben. Dus ook niet nalaten, zegt de KNMG dan. Ik denk, dat is echt absurd. Dan moet je dus doen wat de geneeskunde in petto heeft, ongeacht of het wenselijk is. Ja, en als je onvoorstelbaar. Als je dat concretiseert, dan zie ik een patiënt vormen, deze week nog... een oudere dame, ergens 85, die dan een, een, een maligniteit heeft van, van haar alvleesklier. Oh, dat is ernstig. Dat ja. is heel ernstig. En dan wordt eigenlijk nog alles uit de kast getrokken om haar te behandelen. Ze is al eerder geopereerd, wordt dan helemaal verward, heeft een kwaliteit... En van vond ze het goed? Vond ze dat mij, een dan goed Nee, kon ze idee. dan niet meer goed beoordelen, maar het, het, het feit... Dat zo iemand eigenlijk toch in mijn perspectief onvoldoende beschermd wordt. Precies. Tegen dat lijden met een lange ei. Ja. Dat vind ik inderdaad wel, wel frappant van deze tijd. Maar kijk, als het zo is dat iemand misschien zelf wel een beetje warrig is. door de ziekte of door de hogere leeftijd. dan vind ik dat je helemaal terughoudend moet zijn. Je kan niet dan patsboem zeggen. dan gaan wij het zwaarste schema uh, qua operatie en uh, medicatie inzetten. Maar bedoel je dan die gemakzucht? Want dat blijft bij mij hangen. bedoel je dan. De gemakzucht om je eigen doodsangst onvoldoende onder ogen te zien. Of gemakzucht dat je de protocol ja, als een protocolslaaf ja. doorloopt. Ja. Zonder... Precies, dat je zegt, nou zo moet het. En misschien ook de angst die eraan vastgeknoopt wordt. Dat je dat als je iets mist. En het fout gaat dat je dan uh, natuurlijk de kwaie pier zou zijn. En dat moet natuurlijk ook uitgesproken worden. Als de patiënt zelf bepaalde dingen niet wil, moet het vastgelegd zijn. Ik zou ook altijd daar getuigen bij willen als het over zulke belangrijke dingen gaat. En, en zomaar een protocol uitvoeren. Kijk, die protocollen, dat zijn richtlijnen uh, die, die een indicatie zijn, maar dat kan nooit het laatste woord zijn. Dat kan nooit, de laatste worden. Er zit altijd ruimte in om eerder te stoppen met iets of iets anders te doen of lichter aan te pakken. Maar hebben wij onvoldoende lef dan als ja. artsen? Ja. Maar er wordt, daar wordt natuurlijk ook hard aan gewerkt door de samenleving. Hè? Dat mensen alles uh, verwachten van de geneeskunde. Het is ook een soort consumptieartikel langs mannen. Ja, hè? nou ja, weet je, het lijkt wel of er een soort algemeen recht is op het eeuwige leven. En dat is niet het geval, zoals wij weten. En en uh, dan zie je ook bij die, die weesgeneesmiddelen, daar heb ik nogal veel mee te maken, omdat ik in de commissie zit die daar uh, over, mede daarover adviseert aan de minister. Dan zie je dat mensen verwachten dat hoeveel het ook kost, of het nou zes ton of zeven ton per jaar is, en hoe weinig het ook doet, dat het normaal is dat ze zo'n middel krijgen. En dan denk ik toch... Zou je nou niet eens even doordenken? Wat moet dit betekenen? Voor de solidariteit. Nou ja, dat, dat zegt de andere wordt dan gevraagd om solidariteit, om zo'n grote uitgave mee te, uh, uh, te fourneren, mee te betalen. Maar in feite moet je natuurlijk zelf ook solidair zijn, door niet als zieke het onderste uit de kant te willen, lijkt mij. Dus daar is nog wel een heel veel. Over te leren. Ik zou het eigenlijk als, als een vak op de lagere school bij maatschappij leer, Zou ik toch iets over deze dingen aan mensen willen zien bijbrengen. Want uh, ik denk helemaal mensen toch niet goed realiseren dat de geneeskunde bijvoorbeeld ook veel minder machtig is op sommige velden dan ze zouden hopen. En waar doel je dan op? Nou ja, dat ze denken dat de dat, dat mensen zijn die denken de dokter maakt mij wel beter. En dat is maar de vraag of dat zal lukken. Ja, dat is natuurlijk ook een interessante vraag in onze tijd, waar leefstijl een hele dominante ja, je hebt zelf rol speelt. Ja, ook een rol. Je hebt welke zelf... rechten ja. heb je, welke plichten ja. heb je en wat is de ja. rol van de dokter daar dan? Ja, nou ja, in ieder geval is er recht op uh, de zorg die via de premie wordt betaald. Dat is het antwoord wat ik altijd geef. En uh, de, de, dat is, het gaat dus over het verplicht verzekerde uh, ziektekostenverzekeringspakket. Dat en zijn die gebroken benen en. en nou ja, dat en, ja. Nou, staat is in Nederlandse. Uh, pakket staat het meest aan het grootste aantal verrichtingen van alle in de wereld. En het is ook een van de duurste pakketten. En dus dat is wel heel interessant, want wij vinden zoveel dingen, daar, daar moet een patiënt uh, van kunnen profiteren. Terwijl in, in andere landen dat niet het geval is. En dat gaat vrij ver, dat gaat over echte, ook bij, bij oncologische preparaten, dat gewoon niet alles kan. Er zijn natuurlijk ook heel andere ziekten waarbij kosten hoog zijn. En uh, ja, de vraag is, ja, moet je dat ook willen claimen? Ik zou het zelf niet durven vragen voor mezelf. Zes ton voor een jaar leven extra. Ik vind het echt buitensporig. En, uh, Misschien ben je ook wat minder bang voor de dood? Ja, nou, dat, zal, dat is zeker zo. Volgens mij zijn vrouwen sowieso minder bang voor de dood dat denk ik. <laughs> Waarom denk je dat? Ja, dat is mijn ervaring dat als als er iets misgaat in dit opzicht dat ik vind vaak vrouwen adequater reageren en ook alsof zij toch meer ook als hoeder van het leven en als voortbrenger van het leven ook de beperktheid van het leven voortwachters zich beter realiseren. Ja, ja zou ik denken. Die woede waar je het in het begin over had, waar je over moet praten om hem te kunnen vangen op een gegeven moment met ratio misschien, ja, ja, ja. is dat ook een drijfveer geweest om de politiek in te gaan? Ja, ja. Ik had wel het gevoel dat ik wat zou willen doen daar. Ik heb ook wel wat gedaan. Ik heb ook echt wel gezorgd dat een aantal wetten er niet door is gekomen, waarvan ik vond dat ze echt niet konden. Waar ben je trots op? Welke wet is er niet doorgegaan? Nou, er zijn diverse wetten. Maar de, ik heb natuurlijk het meest in de aandacht gestaan toen dat epd uh, is, uh, het elektronisch patiëntendossier patiënten he? niet is doorgegaan. Uh, met de totale instemming van de hele Eerste Kamer. Dat was natuurlijk uh, voor de minister heel pijnlijk. En, en het was ook nog een minister van mijn partij, dat vond ik ook heel vervelend. Maar we waren door allerlei omstandigheden, ook naar hearings en alles wat we erover wisten... en door alle adviseurs, we hebben eindeloos veel mensen verhalen aangehoord. En er was zoveel verschil van mening, ook over het doel en over de beveiligingsmodellen. En dat we zeiden we moeten het niet doen. En dat, nou, ik, dat daar sta ik nog steeds 100% achter. Maar er zijn ook andere wetten geweest, waarbij bijvoorbeeld, jij kent een regering die... Daar ben ik nou, geloof ik, het meest boos over. Om tot de kern van de zaak te komen als het om de overheid gaat. De overheid in Nederland heeft geen besef meer dat het geld wat in de rijksbegroting terechtkomt, hè, dat is zo'n 35-40 procent van het bruto nationaal product, dat dat het geld van de mensen is. En de overheid die graait maar. En die graait maar. Ik vind, als we het over graaiers hebben, is in Nederland de overheid de grootste graaier en degene die daar het meest uh, onder te lijden hebben is de middenklasse die waanzinnig belast wordt. Maar nou, ik zal twee voorbeelden geven waarvan ik in de tijd al dacht in de kamer. Toen zat ik in de oppositie, dus is niet gelukt om die wetten tegen te houden. Maar ze zijn later wel teruggetrokken, dus ik had gelijk met mijn protest. Maar dat ging dus over een toelage voor chronisch gehandicapten zonder dat gedefinieerd werd wat nee, chronisch zieke en gehandicapte wat dat was. Dus er kwam een fractiegenoot uh, uh, bij mij, uh, nadat die weg was ingevoerd, tegen mijn wens in al mijn argumenten. Niemand heeft ernaar geluisterd natuurlijk, want ik zat in de oppositie. En toen op een gegeven ogenblik uh, kwam uh, een, een burgemeester uit mijn fractie. Ik kwam binnen en zei, Helene, je hebt zo gelijk. Nu krijg ik 250 euro op mijn giro gestort. In, omdat ik uh, een, een chronisch zieke ben. En hij had dan een pilletje voor zijn hart. <laughs> nou, dat, en dat heeft... Miljoenen, tientallen miljoenen gekomen. Waar komt dat vandaan? Om op die manier te pemperen, geld te verspillen? I ja, ja het maar macht. Te... Het geeft zo'n ministerie, het geeft ook die ja. ambtenaren macht dat zij dat geld mogen uitgeven. Maar het is wel eerst van de mensen afgepakt. En dat, ik ben helemaal voor belasting, maar. Um, je moet een keer ook ophouden daar nu, uh, daar altijd maar weer aan de burger te gaan trekken om geld. En wat er nu gebeurt met die, met die kosten van uh, de, de energie. Ik vind Echt volkomen verwerpelijk. En ik kan me zo voorstellen. Er staan allemaal brieven in, ingezonde brieven, in de kant van mensen die klein inkomen hebben en wat echt klein is, Ze een maar, modaal vind ik al vrij klein. En dan, dan die hebben helemaal niet veel geld op Dan gaat er 150 euro extra af voor je energie, terwijl je nog probeert zuinig te zijn, ook, dan denk ik, ja. Dat kan niet. Terwijl in China en India en overal wordt de vervuiling natuurlijk gewoon. die gaat maar door. En dan moeten we met zo'n klein landje. moeten wij ineens. het onderste uit de kan hebben. en worden allemaal naar die burger toegeschoven. Ja, dat, ik, ik vind echt dat de overheidsspoor. volledig bijster is op dit punt. Dat ze zich dit niet realiseren. Dat ze dit niet een keer moeten ophouden met de mensen. Nou ja, uit te melken. Is het niet realiseren of liggen de belangen gewoon heel anders dan het volk vertegenwoordigen? Nee, ik, ik denk ja. Um, wat er gebeurt in de Tweede Kamer is dat men hier geen besef van heeft. Daar ben ik van overtuigd. Dat alles wat zij aan leuke plannetjes hebben. Dat, dat 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 is voor hun glorie en voor hun partij en en dat dat is lang niet altijd in belang van mensen maar het is wel leuk om geld uit te geven en dat moesten nou een keer meer ophouden en op de goede men, punten inzetten en niet met allerlei waanzinnige dingen nou ander voorbeeld was het dat er ineens gratis schoolboeken moest komen eh, terwijl alle scholen er eigenlijk best een hele goede oplossing voor hadden als kinderen dat niet konden betalen en op een gegeven ogenblik is dat ook weer teruggedraaid want dat was echt helemaal onzinnig Kost Alleen al 50 miljoen uitvoeringskosten. hebben we het over. Terwijl het veld zei: nee, dat is eigenlijk niet nodig. Dus ook niet luisteren naar het veld. En dan zit er niemand in zo'n tweede kamer en zegt: jongens, wat zijn we nou eigenlijk Waar aan het doen? zijn we mee bezig. Waar zijn we mee bezig? Ja. Daar word ik dus kaasend aan En nu mag ik het ook zeggen. Maar ik heb het toen ook steeds gezegd: alleen ja, dan zit je in zo'n fractie. Heb je afscheid genomen van de VVD? Nee, dat doe ik niet. Dat vind ik flauw. Een collega, een oud collega van jou die zei, maar Helene en de VVD, daar is het toch veel te slim voor, voor zo'n ondernemerspartij? Nou, dat, dank voor het compliment, maar het is niet alleen... Kijk, ik ben wel een... Ik geloof heilig in uh, de waarde van uh, de liberale democratische rechtsstaat. En uh, dat is voor mij de reden dat ik bij de VVD zit, want dat is de enige... Een uh, uh, partij die uh, zich liberaal noemt. Het niet altijd, is, maar. Nou ik, zeggen, want is dat mogelijk? Nou ja, ik heb heel uh, veel moeite in de fractie toch moeten doen, want het was een beetje ook de gedachte daarvan. Nou, Heleen vertelt me wat er liberaal hier aan is. Of niet? En vaker was het natuurlijk niet. <laughs> want de, de, ja, dat is natuurlijk het concept van, uh, li, uh, van liberaal zijn. Is dat je, dat je mensen zoveel mogelijk opvoedt om hun eigen leven. Dus veel scholing en hun eigen leven. Um, uh, ja, uit te werken en daarin uh, een, een, een verantwoord lid van de samenleving te zijn. Dus het gaat helemaal niet alleen om geld verdienen in het liberalisme. Integendeel. Hè, de klassieke liberalen hebben allemaal een groot besef van uh, de, de, de noden die mensen uh, onderling hebben en dat men uh, met elkaar daar uh, die moet dragen. Dus er is uh, de, 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 de vrijheid en verantwoordelijkheid zijn de hoofdtermen van het liberalisme. Dus het is niet geld verdienen. Dus ik vind ook dat de VVD dat zelf laat Liggen om beter uit te leggen wat liberalisme is. Waarom doen ze dat niet? Ja, dus ze zijn bezig met de dingetjes van alle dag, de vaasjes. Ja. De vaasjes waar we met elkaar voorzichtig uh, mee moeten zijn. Ja, nee, verantwoord burgerschap moeten we bevorderen. Dat moeten we doen. En hebben we ook niet gewoon een elite nodig? Die echt beseft wat het betekent als je zegt ja. noblesse oblige. Ja, je moet een intellectuele elite hebben. Dat zijn Plato al, als je waarschijnlijk weet, 400 voor Christus. En ik denk dat daar wel wat. wat toen was de, alles was trouwens elitair, want je kon geen filosoof zijn in, bij de antieke Grieken als je natuurlijk niet geld had. He, want het grootste deel van de bevolking was ongeletterd en was slaven of boer. En dan had je nog wat militairen, of, of kijgers. En er was een hele kleine groep. Die was zo welvarend. en zo geestelijk goed ontwikkeld en goed geschoold. dat die de filosofen werden. En dan heb je dan die, die, die academische uh, zaken. dat ze met elkaar in gesprek gaan. Socrates met zijn leerlingen. En dan proberen op te sporen hoe het leven geleefd moet worden. Heel interessant trouwens. Maar um, nog ja. iets voor de lagere school misschien? Dat, Nou, dat zou je later moeten doen. Maar ik vind. Ik vind dat er in een, ja, dus in zo'n gezelschap als de Tweede Kamer, er zitten absoluut goede mensen bij. Ik bedoel, het zou belachelijk zijn om te zeggen dat ze niet alle, dat, 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 dat niemand daar goed is. Maar ik vind wel dat er te weinig goede mensen is. Wat is dit. jouw idee over goed? Vinden? Nou, ja, dat is een hele goede vraag. Voor een ethicus, zeker. Hè? Wat, nou, dat ze deskundig zijn en het ze, en zelfrelativering. Um, proberen de grote problemen aan te pakken. En um, dat betekent bij de huidige complexiteit van de samenleving. Dat je dus niet op alle terreinen zomaar kunt um, uh, begrijpen wat er aan de hand is. Maar dat je, ik vind dus dat je moet specialiseren als Kamerlid. Wat we in de Eerste Kamer wel doen. En daar moet het, omdat je niemand hebt om je te helpen. Dus daar zit je op je eigen portefeuille. Dan ja. zeggen alle journalisten, je hebt deule pet of. Ik zei altijd, joh, ik heb er zeven op. Ik heb zoveel verschillende rollen en functies in de gezondheidszorg. Ik heb zeven petten op dus. Wat maak je hier druk? Maar um, dat zou in de Tweede Kamer zou ook echt veel meer expertise ingezet moeten worden. Is dus hem niet ergens iemand tien jaar lang dezelfde portefeuille heeft. Ik denk zelfs dat het heel goed is... als die echt ook studeert en zijn best doet... en probeert te doorgronden wat er nou speelt. En dit is maar allemaal... het is veel te oppervlakkig, veel te slordig. Nou ja, en, en, en het valt mij op als ik Den Haag en de zorg... met elkaar probeer in contact te brengen... dat, dat, dat er eigenlijk een totaal verschillende wereld Absoluut. bestaat. En dat ja. er niet dezelfde taal wordt gesproken. Dat is zeker ook waar. Dat ja. is zeker ook waar. Maar het, er is natuurlijk ook veel meer. Want het is enorm wantrouwen, wordt ook voortdurend door iedereen gezegd, dat is niet nieuw. Het jegens de uitvoerders van de gezondheidszorg. En, en als je ziet de vinkjes die gezet moeten worden. Nou, het is te genant voor woorden dat wij elkaar dat aandoen. Maar dat komt wel vanuit de overheid, als een soort... Ja, kwaliteitsmeting, maar hoe kun je in godsnaam met vinkjes kwaliteit leiden? Maar hoe komt het dan dat, dat zorgverleners in Den Haag politiek zo uit elkaar gedreven zijn? Dat er zoveel afstand is, dat er zoveel wantrouwen ontstaat? Waardoor die vinkjes dan opgelost moeten worden? Ja, nou ja. Um, de, ik, ik, de eerste factor is dat er natuurlijk in de gezondheidszorg onwaarschijnlijk veel geld omgaat. Uh, het is zo in de orde van 13, 14 procent van het uh, bruto nationaal product. 80, 90 miljard. Het hangt een beetje altijd af wat je er toe rekent. Hè? Maar je kunt wel zeggen: het is heel ja. Ja, veel. En dat mag eigenlijk niet stijgen, omdat dat natuurlijk geld wegneemt bij het onderwijs bijvoorbeeld. Maar ook bij de infrastructuur zijn andere noden dan alleen die van de gezondheidszorg. het is ook een, Er zijn ook pogingen gedaan die nooit eigenlijk gelukt zijn eigenlijk helemaal niet om de kosten te beperken. We gaan liever terug dan vooruit, ja. dan omhoog. Ja. Dus dat is één van de redenen om, om te kijken, kunnen ze niet uh, efficiënter werken? Kunnen ze het niet uh, beter doen voor minder geld? Dat is, dat is één van de redenen. En ja, ik denk dat een andere reden is dat, uh, dat ook de media, die heb ik natuurlijk, als je in zo'n Eerste Kamer zit, dan lees je natuurlijk heel veel kranten. Ik vind dan toch dat de media niet altijd echt kritisch zijn. Die, die huilen heel vaak mee uh, met, met de wolf in het bos. In, in dit geval bedoel ik dan met het publiek dat vindt dat alles moet kunnen. Ja. Maar goed, als medicus denk ik ook wel eens... zijn wij niet te braaf, te afwachtend, ja. te weinig lef. Ja. Ja, ik vind dat... Kijk... Ik, vind, ik kan moeilijk op jullie stoel gaan zitten. Ik ben bewust geen arts geworden. Waarom maar ik... eigenlijk niet? Want wat zag je bij je vader waardoor je dacht: dat ga ik dan maar niet doen? Oh, um, ja, al die klachtjes. Mijn vader was huisarts. Hij had 4800 vondstpatiënten oh. in Rotterdam. En hij was een hele ouderwetse paternalistische dokter. Volgens mij heeft hij het heel erg goed gedaan. En hij was ook heel bezorgd voor uh, ongewenste zwangerschappen, hij heeft heel veel gedaan aan anticonceptie en zo, hij heeft echt heel erg zijn best gedaan. Nou, ik vind lijven niet zo interessant. En, en ik vind ook mensen met al die kleine... Ik heb meer de grote lijnen, ga ik over, zal ik maar zeggen. Ik vind het... Ik zou, als ik al uh, geneeskunde had gedaan, wat ik toch in de, in de psychiatrie terecht want dat, daar is nog iets te bedenken. Dus ik ben meer van de geest dan van het lichaam, zal ja. ik maar zeggen. En ik vind het ook, ik vind het niet aantrekkelijk. Ik heb daar geen behoefte aan om in iemands lijfelijke privacy te treden. En, uh, en ik vind het sowieso heel veel interessanter om uh, grote lijnen te doordenken en te bespreken. En je zei: ik kan niet op jullie stoel gaan zitten als dokter. Um, op de vraag van: goh, zouden wij niet wat meer lef <coughs> moeten betrachten ja. als, als medisch specialist of als arts? Nou ja, je moet het volgens mij altijd groepsgewijze doen. Dat is natuurlijk altijd zo, een individuele arts. Uh, ik weet wel uh, van een oncoloog die volgens mij hele goede beslissingen nam door sommige behandelingen niet voor te zetten. En die er ongeveer eruit is gegooid. En omdat hij in zijn eentje opereerde. Dus volgens mij moet je als artsen toch draagvlak creëren onder elkaar. En uh, dat zou in een academisch ziekenhuis nog wel het beste kunnen. Omdat je daar... Ook echt vergadertijd hebt om over behandelingen te spreken. En dan mag je wel echt moedig zijn hoor, dat vind ik wel. Maar ja, je bent natuurlijk als assistent kwetsbaar, want dan word je de opleiding uitgezooid als je niet doet wat. Ja. Uh, dus je leert mee te roeleren in het ja. systeem. Ja. Maar uiteindelijk vind ik, als je, als je klaar bent en je bent echt zelfstandig art, dat, je, dat er ook in een afdeling, en sommige afdelingen hebben dat, echt een open sfeer is. Dat je echt praat over de problemen die er zijn en wanneer je wel harder tegenaan gaat en wanneer juist niet. Bijna weer de cirkel rond, hè. Want je begon met je moet over emoties praten om te zorgen dat de ratio een kans krijgt. En dan eigenlijk is het ook zo dat we dat als artsen moeten doen, moeten bespreken dat wat wij moeilijk vinden of ingewikkeld, zodat de zorg uiteindelijk ook. Ja. Een Kijk, betere versie van zichzelf wordt. Want het is ook lastig voor ja. een arts soms. Dat begrijp ik heel goed. Want ja. je kunt ook die patiënt niet meteen goed inschatten. Is het een tough persoon? Is het een stoere dame of heer? Of is het juist een heel kwetsbaar iemand? Moet, je moet ook eigenlijk even de tijd hebben om te zien uh, uh, met wie je te maken hebt. En de vraag is: Ik denk niet dat de spreekuren zo georganiseerd worden dat die tijd er is. En denk je, en dan, dan moeten we alweer helaas gaan afronden. Denk je nou dat het huidige systeem ons toestaat om voldoende verantwoordelijkheid te kunnen nemen? Nou, het is niet door de wet uitgesloten, laat ik het <laughs> zo zeggen. Nee, het is, dat denk ik zou niet een reden hoeven zijn. Dat er een structuur is waarbinnen je geen grote verantwoordelijkheid kunt dragen. Ik, ik denk wel, ik vind... Het dat, dat, die ruimte is er wel, volgens mij. En ik zie ook dat als. En kijk, denk ook maar aan, aan een, een zaak als uh, het einde van het leven en de problemen daaromheen. Uh, dat daar blijkt als een aantal artsen hè, gewoon goed gezamenlijk uh, werken, afspraken maken over op welke manier ze met het sterfproces van iemand omgaan, dat dat goed uitpakt in het algemeen. Ja, dat is wel waar wat je zegt. Dat ik inderdaad dat ook wel ervaar. Dat als je met elkaar gaat zitten, zoals dat heet, en je buigt over een individu waar je verantwoordelijkheid voor draagt met elkaar, komen daar meestal hele mooie dingen uit. Ja, Doe, mensen zijn creatief en. Ja. En moet het ook blijven. Dus het, ik vind het een het is echt een zwaar beroep arts zijn in deze tijd. Vroeger had je niks. Hè? Voor de Tweede Wereldoorlog was er een beetje sulfa en nou en dan wat opium en een beetje digitaal is. En dat was het <laughs> zo'n beetje. Maar ja, het is. En ik vind dat je onwaarschijnlijk veel feiten moet beheersen. Ik vind het, het is echt te veel. Dus daar moet ook wat aan gebeuren. Moet er moeten echt uh, betere. Voorzieningen voorkomen dat, uh, dat er goed geaggregeerde data zijn waar artsen uit kunnen putten. En dat ze echt weten wat een medicijn kan doen bij bepaalde groepen en bij bepaalde type patiënten. Dus er is ook enorm veel kennis worden van artsen verwacht en uh, daar benijd ik ze niet om. Dat is echt extreem in mijn ogen. Wat, uh, de kennis, de om omvang van de kennis. Ja. Misschien is het niet eens zo ingewikkeld, maar het is wel heel erg veel. Nou ja, en het is lastig om dan een abstractieniveau hoger te precies, komen. Precies. En precies. inderdaad echt de patiënten kunnen helpen ja. met keuzes. Ja. En, ja, ja. 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 We hebben een heel aantal zaken besproken. Is er nog iets blijven liggen wat jou betreft? Ja, vast. Heel, ja. Veel. Ja, heel veel. Maar um, ik vind het goed zo. Dus, uh, ook maar een mening. Uh, maar ik sta wel achter. Wat ik wil je zeg. ongelooflijk bedanken dat je hier wilde komen en mijn gast wilde zijn. Heel graag gedaan.